Het is Koningsdag, hè? Ja, dan past het er perfect bij. Ja, of net? Ja. Ja, maar wel een beetje feestje voor mij, you know? Ja, je had de tompoezen in de eer. Ja, dacht ik, kijk. Prachtig. Ik denk, oranje tompoezenjerk bij Koningsdag. Dus betekent het dan ook dat je net een lintje weger je zoen? Nou, daar ga ik net verder op in. Oh. Nee, ik vind een lintje prima, maar dat maakt iedereen voor hemzelf weten. Zou u een lintje weigeren? Nee. Nee, dat zou ik niet doen. Want een lintje wordt toch vaak gegeven uit een goed hart en een goed doel. En nou ja, dat vind ik dan, dat moet je gewoon respecteren en steunen. Dat, Bent u een beetje koningsgezind dan dus? Ja, ja. Ik vind wel dat ze het goed doen. Ze doen hun best en ja. Zoen jou een lintje weger je? Nee. Nee, waarom net? Omdat het meesken die het meisje een lintje thuis willen, om die net verder holle te stieten. Ik mag graag van het oranje gebeuren genieten, jazeker. Ja. En dan benauw met de tompoezen en zo? Die zijn ook lekker, ja zeker. Dat hoort er ook bij, traditie, ja zeker. Ja. Nou, Johan, nog kinderspeltjes, zeg ik? Nee, dat heb ik ook denk ik nog niet verdiend. Daarvoor moet ik misschien nog wat meer gaan doen. Maar ere wie ere toekomt en de mensen die ze verdienen, die hebben zich vaak goed ingezet als vrijwilliger vaak, hè, voor heel veel bijzondere dingen. Dus dat op zo'n dag als vandaag, eigenlijk gisteren al, die mensen in het zonnetje worden gezet. Ja, helemaal goed. Het is schande voor de mensen die het, dat omvreken en heel soort moeite verdoggen om je dat lintje te krijgen. Aan de andere kant, ja, soms mij dat ik even inschat als je dat omvreken van wil die jongen het mooi hebben. En dat, die een, ja, dat is ik even, waarschijnlijk is dat in het voortraject net helemaal optimaal was. Dus ja, dat gebeurt dan. En dat is jammer, vooral ik voor de mensen die het, wollenlintje kreeg net ik onverdige hè en dat ja eigenlijk een beetje een skaterroer hing het dat ik wat ja wat onderstek kon handelen. Nee, want dat hoeft voor mij ook net. Als mijn gezin me waardeert, dat vind ik al mooi genoeg. En wat vind je ook van de persoon die het een wegere had? Respect dat hij dat doort. Dat hij dat publiekelijk zijn had. Ja, ja, dat vind ik heel knap van hem. Ik denk de meesten doggen dat net. Hier en jou ook een beetje een soort van plaatsvervangende schaamte, Juste? Nee, dat net meer verrast, maar ik zeg het wel onder het gezicht van de haan en ik denk van het zo was weet ik en dus ik probeer dat dan ik een beetje op een goede manier mamakor uit te wikkelen zodat ik net slimmer word dan het is. Ja, het komt net zo vaak voor, hè? Dit vind je ook de eerste keer? Dit vind je voor mij de eerste keer, alleen ja, voor de volgende keer zullen we echt bij de omvrager echt wel even nog een keer extra goed checken van weet je zeker dat ik inderdaad, hier hebben we wel van geleerd. Wat had je mooie lintjes? Ja, die heb ik allemaal eerlijk verdiend in de loop der jaren. En wat vind je ervan dat meisjes en lintjes weger je? Ja, dat is ieder zo goed recht. Maar ik denk als je wat goeds voor de samenleving hebt gedaan, dan verdien je soms wel een lintje. Ja. Ja, niet iedereen stelt de prijs op en dat is ook goed. En toch, dat is, Maxima? Ja, dat is prachtig. Ja, ieder zo zijn dingen. Zo is het. En dat vinden wij als Koningshuis prima. Het is mooi om je eigen mening, dat jij dat kunt doen en dan is alles goed.